heb net gehoord dat we live zijn. Live op het internet. Wauw. van harte welkom iedereen die nu aan het kijken is op Facebook en op YouTube naar de pagina van CC Binder. Mag ik meteen dank u zeggen aan CC Binder om na 3 maanden een zanger nog eens uit zijn kot te halen. Het is los van misschien enkele promo-acties die ik met Jonas van Geel heb gedaan, de eerste keer dat ik een optreden geef. Meer nog, ik ga het alleen doen, ik ga het solo doen. Ik ben geen wereldpianist, ik ben ook geen wereldgitarist. En over mijn zangkwaliteiten, dat moeten jullie maar zeggen. Dat moeten jullie maar zeggen. Maar wat jullie vandaag zullen horen is het rauwe werk. Dat is hoe ik schrijf, met al mijn beperkingen. Maar wel mijn groot enthousiasme waarop ik mijn liedjes op de wereld zet, of zoiets. Voor zij die nog mochten twijfelen, ik ben Jelle Kleimans en ik ben absoluut Kevin Janssens niet. Soms droom ik van een lichaam, perfect symmetrisch en viriel. Een sterk en oninneembaar fort ter bescherming van mijn ziel. Ik werd uit hevige bewondering op elk feest geïnviteerd. En op mijn borstkas stond de hele 6e staatshervorming vrij getatoeëerd. Oh, mijn leven was geweldig, een roze toekomst in het verschiet. Maar mijn spiegel is er duidelijk, ik ben Kevin Janssens niet. Soms droom ik over vrouwen, als waren zij een accessoire. Per semester of kwartaal had ik een ander exemplaar. Alle exclusieve diva's waren mijn lakens gepasseerd. En in de boekjes werd ons liefdesleven druk besproken en geëxploiteerd. Oh, ik was een tijger op 2 benen, de fantasie van elke griet. Maar mijn spiegel is een rotzak, ik ben Kevin Janssens niet. Nee, ik ben gewoon mezelf, oh, een Vlaamse zanger zonder meer. Zingend voor het zout op zijn patatten, waar hij de weg naar boven toegewijd soldeert. Oh, na 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 na. Maar soms droom ik over een carrière, zonder die onafgebroken stress. Rond mijn credibiliteit alleen nog ruimte voor succes. Jawel. Ik kreeg de allergrootste bagger, op tv gecumuleerd. Met de planken van de Poerla waar een stuk van Shakespeare stond geprogrammeerd. Ik was de koning van de wereld. Ik was een keizer met krediet. Maar mijn spiegel spreekt de waarheid. Ik ben Kevin Janssens niet. Oftewel stuurt mijn spiegel mij als altijd met een kluitje in het riet. Want tot op heden, ook al zou ik het wel willen, ben ik Kevin Janssens niet. Of is er iemand die, al was het maar een fractie, Kevin Janssens in mij ziet? Oh, voilà. De kop is eraf. Nogmaals welkom. Voor zij die dat misschien niet weten, naast het feit dat ik in Puurs al 1,5 jaar nu, denk ik, los van de afgelopen 3 maanden, veel musical aan het doen ben, heb ik ook een eigen oeuvre, een eigen repertoire. Ik ben daar 10 jaar geleden mee begonnen. In 2010 heb ik mijn eerste plaat gemaakt, die heet Naakt doe ik de afwas.
En dat plaatje, als ik daar naar terugluister nu, dan is dat zo, ja, een jonge man van 24, 25, die wat liedjes heeft geschreven. Ik kwam toen uit een heel ander nest. Ik deed toen een heel ander soort muziek. Maar ik wou mijn ei leggen. En dat had misschien wel een beetje te maken met de grote liefde die ik heb voor Nederlandstalige muziek. Mijn grote voorbeelden zijn Bram Vermeulen, wat je misschien in het vorige lied wat kon horen. Guido Belcanto, Bart Peters uiteraard. Maar er is zo één iemand, een grootheid uit mijn stad. Wannes van de Velde. Totaal onderschat. Ik weet het, er zijn er veel die zeggen Wannes was zeer goed. Maar ik durf zeggen, misschien was Wannes wel de grootste. Hij zong in het Antwerps. Wat hem misschien soms onterecht het label volkszanger gaf, een beetje regionale zanger. Maar als je naar zijn teksten luistert, dan ontwaar je een poëtisch Walhalla. Ik ben zo zot van zijn muziek. Ik ben een van zijn grootste fans geweest. Dus ik was mijn eerste plaat aan het maken en ik dacht, ik moet nu toch iets schrijven over mijn grote voorbeeld. Het is een lied dat ik al lang niet meer heb gespeeld. Het heet Wannes. En toen ik het daar juist speelde en repeteerde thuis, toen dacht ik, goh, die tekst, het is misschien een beetje verouderd. Of, ik weet niet, maar toch vond ik het goed om dat in deze sessie eens te spelen. Wannes. Ik ben een schreeuwer van moord en brand, een stembandterrorist. Ik heb volume, soms noemt men mij een vogelzangfascist. Ik ben qua orde een regenstorm, een eerste klas chaot. Ik ben een stoever, een blazen man, ik ben een idioot. Maar er is een remedie, een wondermedicijn. Dan ga ik rijden door de velden in de bossen. Met mijn auto en dan neem ik Wannes mee. Want alleen hij kan mijn ziel verlossen. Dan draait de wereld alleen nog om ons twee. Ik heb een vriendin, marshmallow zacht, maar toch begrijpt ze niet wat me doet zwichten voor die stem van roest en gesmolten bakkeliet. Voor zijn verhalen van man en muizen, havenstad, chanson, zijn vlijmscherpe klankje. Troubadour van café en restaurant. Kijk, hij is mijn uitgang, mijn stukje poëzie. Want ik ga rijden door de velden en de bossen. Met mijn auto en dan neem ik Wannes mee. Want alleen hij kan mijn ziel verlossen. Dan draait de wereld alleen nog om hem, om mij en om de wielen. Malen voort in wijzers in, soms hoop ik op een monster vielen. Met Wannes sta ik daar graag in. Thank you.
graag rijden door de velden en de bossen. Met mijn auto en dan neem ik Wannes mee. Want alleen hij kan mijn ziel verlossen. Dan draait de wereld alleen nog om ons twee. Dan draait de wereld alleen nog om ons twee. Dank u. Ik neem aan dat jullie nu stevig aan het applaudisseren zijn, aan het roepen. BH's verlaten het lichaam, worden naar het toestel gegooid. Allee. Dat ga ik vanuit, hè? Daar ga ik vanuit. Nu, ik heb nog niet zo heel lang geleden een lied gecoverd van Wannes. Omdat ik daar plots een opportuniteit voor zag. Ik denk een 2-3 weken geleden hebben we de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. En aangezien ik in het pop-up theater hier in Puurs de rol van een nazi op mij nam en hopelijk in de toekomst nog neem, wil ik toch iets van een counterreactie in gang brengen. Er waren ook een paar vrienden uit Gent die me lieten weten dat er een organisatie was die artiesten opriep om vredesliederen op te nemen, aangezien we niet samen konden komen om dat toch wel die memorabele dag te vieren en te herdenken. En ik kwam uit bij een lied van Wannes, het is te zeggen. Een lied van Bob Dylan. En die twee die hebben wel iets met elkaar, want als ik daar juist zei dat Wannes soms een beetje onderschat werd, ik durf te stellen dat Wannes misschien wel de Vlaamse Bob Dylan was. En ik meen mij te herinneren dat de Nieuwe Snaar hem ook zo, ooit zo hebben gepercipeerd en genoemd. Hij heeft jaren geleden het lied Masters of War van Bob Dylan vertaald. En ik durf te zeggen, geniaal vertaald. Ik heb het ooit op een plaat ontdekt, want ik moet tot mijn schaamte toegeven dat ik geen grote Bob Dylan-kenner ben. Dus ik hoorde dat lied en ik dacht, amai, Wannes heeft zichzelf overtroffen, maar dat bleek dan Bob Dylan te zijn. Maar die tekst die hij erop heeft gezet, is zo schoon. Ik ga het voor jullie spelen. Masters of War, het is door Wannes vertaald als oorlogsgeleerde. Oorlogsgeleerde, genies van het kanon, gebouwde torpedo en waterstofbom, geschoold achter muren en achter papier, maar ik ken alle keuren, hoe stalen manier. Je hebt nooit niet gewaarkt dan in het bedrijf dat mensen vernietigt, hun harten verstijft. Je geeft mij een wapen, maar je maait me een blik en fluiten er kogels dan schitten van schrik. Gebouwd ontverdarf van leven en laat, gestekt met uw streken de wereld in brand. Het al kan toen niet schillen dat kolen verwens, toch zit een vlok in de buurt van een mens.
zouden we waanzin, die koud is en vreed. Gefolterd mijn kinderen, gelacht met hun leed. En ik weet dat de schepper het denkbeeld verfooit, dat er menselijk bloed door uw aderen vloeit. Krepeert voor mijn paard en liefst nog vandaag. En ik volg hoe kiest, liever rap als de traag. En ik zal u zien zakken in de vredige grond. En ik schrijf op uw graven gevaarlijke naam. En ik schrijf op uw graven gevaarlijke naam. Ik weet dat Roland, want Wannes heeft met... Oh, ik weet nog niet naar welke camera ik moet zien. Ik zal terug naar daar komen. Wacht. Ik weet dat Roland met Wannes een plaat heeft gemaakt waar dat lied ook op stond. En er is jaren geleden een Belpop aflevering gemaakt over Wannes van de Velde. En Roland zegt daarin dat hij de laatste strofe uit het lied zo ontzettend goed vertaald vindt. Ik ga het nog eens een keer zeggen. Hè. Ik krepeer van mijn part, liefst nog vandaag. En ik volg uw kist liever rap dan te traag. En ik zal u zijn zakken in de vredige grond. En ik schrijf op uw graven gevaarlijke hangt. Dat kan tellen. Dat kan tellen. Nochtans, beste vrienden die nu naar de streaming aan het kijken zijn, ben ik een grote fan van misschien... ja. Mag je hem zo noemen? Want toch wel een oorlogsmisdadiger. Ik moet het zeggen zoals het is. Napoleon Bonaparte. Ik zal het zo zeggen. Ik ben fan van de figuur Napoleon Bonaparte. Maar hij heeft 3 miljoen mensen op zijn geweten. Dat is best veel. En toch is er iets. Er is iets aan die man. Al van toen ik vroeger op school zat en ik zat in de geschiedenisles en er werd gesproken over Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Nam mij dat mee in een soort, ja, in een soort verhalenreeks. Ik heb intussen zeer veel over de man gelezen. En ik heb op Netflix net die documentaire reeks over Michael Jordan bekeken. En er zijn zo van die mensen die op aarde hier hebben rondgelopen, die over uitzonderlijke talenten beschikten of nog steeds beschikken. Jordan is er zo in, hè, beter dan de rest. Wel, Napoleon Bonaparte was... was op zich geniaal. Maar je kan, er zijn tegenstanders, zijn voorstanders, maar hij was geniaal wat hij gedaan heeft. Bijvoorbeeld, ik moet hier zien dat dat hier geen geschiedenisles is. Niemand houdt mij tegen. Normaal speel ik met mijn band en dan zit mijn vader daar en dan doet hij nu teken zo van, hou het kort. Maar ik wil maar zeggen, een man die al voor de eerste keer, hij was voor de eerste keer verslagen en hij werd naar Elba verbannen. En hij kwam terug met 100 soldaten aan land. En er kwamen allemaal soldaten rondom hem staan van de koning. En hij heeft 1 speech gehouden. En dat was het begin van de centenaire. Dan is hij teruggegaan, helemaal via de kust en dan zo terug naar Parijs. En toen hij daaraan kwam, had hij een volledig leger achter hem staan. En hij is met 100 man aan wal gekomen. Dat soort man. Eén die speech kon geven. Eén die zelf met de vlag en tussen soldaten naar het front ging. Maar ik heb onlangs, enfin, toen ik mijn laatste plaat schreef, daarvoor had ik een boek gelezen van Johan Op de Beek, Het hart van Napoleon. En dat kan je een beetje bekijken als de tv-story van het leven van Napoleon Bonaparte. Alles wat te maken heeft met zijn liefdesleven en wat er tussen de lakens allemaal gebeurd is bij Napoleon Bonaparte. En toen stuitte ik op het verhaal van zijn eerste vrouw, Josephine de Beauharnais, waar hij was nog een jonge generaal en waar hij zot van was. Hij was... stapel verliefd op Josephine de Beauharnais. Zij was weduwe, zij had twee kinderen. Zij was wat ouder dan hij. Hij was een bleuken in de liefde. Hij had nog maar 1 keer met iemand geslapen. En plots belandt hij in het bed van Josephine de Beauharnais en die laat hem alle hoeken van de kamer zien.
En hij is, hij is daar niet goed van. Ze trouwen zeer snel, tegen de wil van zijn familie in. Maar ze trouwen wel en hij is tot over zijn oor verliefd, maar zij niet. Zij niet. Zij trouwt eigenlijk met hem gewoon uit eigen belang. Wat gebeurt er? 2 dagen na het huwelijk vertrekt Napoleon, hij was een jonge generaal, vertrekt voor de eerste keer op veldtocht naar Noord-Italië, waar hij zijn eerste grote triomfen heeft behaald. Dat was een succes, een groot succes. Maar in de liefde was dat niet zo. Hij schreef naar haar, hij schreef brieven naar haar. Ik heb ze, je kan die nog terugvinden, je kan ze lezen. Die werkelijk bol staan van de pathetiek en de romantiek. En waarom schrijft je mij niet terug en je ziet uw man niet graag? En dan 2 alinea's later zegt hij, ik zie u, ik zou alles voor u doen. Ik zou mijn leger inruilen voor u. Dat soort van bombastische taal. En ik las dat. En ik vond dat zo schoon. Ik vond het idee van iemand die eigenlijk bezig is aan de grootste successen van zijn leven. Die is de NBA aan het winnen voor de eerste keer met een ploeg waar niemand in geloofde. Hè. Dat die man ondertussen in zijn liefdesleven eigenlijk wat ongelukkig was. En ik heb een liedje geschreven gebaseerd op de brieven van Napoleon. Al zou Napoleon aan het raam van Josephine hebben gestaan met een gitaar en dit naar haar toe gezongen hebben. Het heet Josephine. Heel even stemmen. Ik hoop echt na mijn bintex dat nu niet iedereen is weggezapt. Marke, die gaat hier dan toch geen geschiedenisles geven over Napoleon. Oké. Okay. Josephine. Nee, ze staat echt nog vals. Weet u dat dat nu komt? Omdat die gitaar 3 maanden niet heeft gespeeld en eindelijk zijn die snaren wat verouderd. En ik heb daar natuurlijk niet aan gedacht. Ja, normaal speel ik zoveel concerten, snap je? dus ik heb dat niet echt gecheckt. Maar een gitaar die vals staat, dat is verschrikkelijk. Maar nu staat ze goed. Ja. Ik heb het landschap hier veranderd, lukt de heeldervelden leeg. De mooiste anjers, mooiste donkerrode rozen. Dus ik hoop dat je ze kreeg. Ik schreef je 100.000 brieven. De weekste romantiek voorbij. Waarin ik hunker naar jouw zoete feromonen. Hunker jij ook zo naar die van mij? Toen ik vertrok stond je te janken. Dat je me vreselijk missen zou. Maar ik begin je te verdenken van theater. Ik hoor al maanden niks van jou. Ik krijg de schijn van een dievin die mijn geduld en charme taart. Die mij negeert en zonder bloze hard to get speelt. Dat ze mij beroofde van mijn hart. Wat ben je hart, mijn Josephine? Josephine. Nooit geweten dat een man een vrouw zo graag kon zien. Mijn Josephine, Josephine. Tot aan mijn liezen in de modder. Kom en trek mij op het droge, Josephine. Is het waar wat wordt gefluisterd? Ik hoor verhalen over jou. Dat je de attractie bent op ieder nachtelijk feest. Je tussen vreemde lakens wakker worden zou. De liefde heeft me nooit verraden. Ze heeft me telkens weer ontroerd. Maar door jou krijgt ze het uitzicht van een slagveld. En mijn legers worden koud gevloerd door die van jou, mijn Josephine. Josephine.
Het is niet eerlijk dat een man een vrouw zo graag kon zien. Mijn Josephine, oh Josephine. Tot aan mijn liezen in de modder kom en trek mij op een droge Josephine. Want ooit was ik een generaal. Het grootste heldendom in staat. Maar zonder te verpinken degradeer je mij weer terug tot een soldaat. Oh Josephine, zeg me wil je heel Europa, de hele wereld dan misschien. Kom zeg maar wat je wil en ik verover het voor jou. Alleen voor jou, alleen voor jou, mijn Josephine, oh Josephine. Een keizerrijk in ruil voor al jouw liefde, waar mijn liefde Josephine. Wat niet wil zeggen dat mijn hart gemaakt is van steen. Ook ik schrijf soms liefdesliedjes. Maar af en toe word ik erop gewezen dat mijn liefdesliedjes meestal zich in de negatieve. Of ja, zich afspelen in de negatieve zijde, de schaduwzijde van de liefde. Dat is omdat ik dat eenmaal om over te schrijven interessanter vind dan. Hallo, alles gaat goed. Maar er zijn mensen die daar goed in zijn om zo'n liedjes te schrijven, maar ik ben daar minder goed in. Dit lied heet bijvoorbeeld Verlaat me nooit. Ik weet niet wat ik heb lief. Ik ben onzeker als de pest. Zou het koorts zijn? Migraine? Een banale indigest? Of is het enkel mijn verbeelding? Voel ik dingen die er niet zijn? Fata Morgana hier van binnen, in mijn oase en woestijn, en mijn lieve doet pijn. Verlaat, verlaat, verlaat me nooit. Verlaat. Verlaat, verlaat mij nooit. Ik vind nogthans niets tastbaars. Wat mijn plotse angst verklaart. Ik ben braaf, jij bent braver. Wij samen ongeëvenaard. Je noemde mij ooit functioneel romantisch. Mijn ego-kamer vullend en massief. Mijn vertrouwen gigantisch. Dus plaats me in het juiste perspectief. Als ik je vraag, mijn lief, verlaat, verlaat, verlaat me nooit. Verlaat, verlaat, verlaat me nooit. En het ergste is, jij houdt niet zo van softies. Mannen die volledig zijn ontdooid. Dus zoek je naar een reden om mij te verlaten.
dan ik nu ben, word ik nooit. Verlaat, verlaat, verlaat me nooit. Foutjes gespeeld. Dat is spijtig. Je moet streng zijn voor jezelf. Hè? Dat is Michael Jordan dus ook. Hè? Streng voor zichzelf. Nee, dat is echt, ik heb nu net gewoon naar die documentaire reeks gekeken. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ik ben er eigenlijk niet goed van. Dat is zo, ik was toen, Michael Jordan, zijn gloriejaar, dat was ik zo 10, 11, 12 jaar. En dat is mij ontgaan. En ik vind dat jammer. Dat mij dat toen niet is opgevallen. Ja, ik was al bezig met cultuur en zo. Ja, logisch. Dat is heel raar dat je grapjes maakt en dat er geen publiek is. Ach ja. Mijn vader, die zei, Michael Jordan in basket, dat zegt me dus helemaal niks en heeft afgehaakt. De reden dat ik dat vertel, is om het bruggetje te maken naar mijn vader. Mijn vader is een puursenaar. Dat wil dus zeggen dat ik zelf een halve puursenaar ben. Er zullen waarschijnlijk wel wat mensen zijn die dat weten. Maar ik kom hier al van kinds af aan. Mijn grootouders wonen nog in Puurs. Dus te zeggen, mijn grootvader woont nu in een serviceflat in Bornem. Maar dat is groot Puurs. En eigenlijk moet ik Puurs Sint-Amans zeggen, sorry. Dat is groot Puurs Sint-Amans. En binnen een paar jaar gaan die allemaal samen, dat weten we al lang. ik hoor daarachter de techniek zo wel lachen. maar mijn grootvader woont daar nu. Mijn grootmoeder woont echt op 200 meter hier vandaan. Ik ben daar net gaan eten. Maar dat is niet altijd zo geweest. Mijn grootmoeder had een café in de Guido Gezellenlaan. Het is een beetje de grote, als je vanuit Antwerpen komt, is dat de grote straat waarmee dat je het dorp, dat je de toren ziet verschijnen. En daar had mijn grootmoeder een café. En daar werden mijn zus en ik elk weekend, of toch zo goed als alle weekends, gedropt door mijn ouders. Allebei artiest zijnde moesten die vaak werken in de weekends. En vooral 's avonds en 's nachts. En we werden daar gedropt en dat was zalig. Het was zalig omdat we dan vrij spel kregen. Onze mama die legde ons in de watten, maar die was ondertussen café aan het houden. En wij vlogen dan naar boven en dan mochten wij tv zien en chips eten en cola. En dat was dan ja, een heel café, dus je kon kiezen wat je wou. Ik direct aan een duvel. En dan riep mijn grootmoeder, riep dan, als het tijd was om te gaan slapen, en dan riep zij, dan moesten wij onze pyjama aan doen. En dan moesten wij, mijn zus en ik, naar beneden, moesten we naar het café. En dan moesten we alle vaste klanten die er zaten, moesten wij die een kus gaan geven. Wat nu in coronatijden natuurlijk niet zou mogen. Maar toen moesten wij dat echt doen. Dag Marcel, dag Fonske, dag Ludo, dag broeder. Dag, dat was zo. En in de achterzijde had mijn grootmoeder twee biljarts staan. Twee driebands. Kleintje, kleine tafels. Mijn vader is een verdienstelijke biljarter. En als ik klein was en hij kwam ons de dag daarna halen, dan speelden wij soms wel een spelletje. Maar ik had geen flauw idee waar ik mee bezig was. Dus... om een lang verhaal zeer kort te maken. Mijn grootmoeder ging op pensioen, met pensioen, toen ik 16 was. Zij schonk een van de biljarts aan mijn vader, maar kon die toen niet zetten. Intussen kan hij dat wel. 5 jaar geleden heeft hij zijn biljart gezet. En ik wilde echt heel graag weten hoe dat spel nu te spelen. Want als kleine jongen vond ik dat een zeer fascinerend spel. En dan heb ik de hulp ingeroepen van Ludo Dillis, mijn biljartleraar intussen. En ik vind het een van de mooiste spelletjes ter wereld. Ik meen dat echt. Ik meen dat echt. En ik mis het. Want nu mag ik al 3 maanden lang niet biljarten. Uiteraard niet. Is binnen in een café, dus dat gaat niet. En ik mis dat verschrikkelijk hard. Gelukkig is er zo 1 liedje van Toon Hermans dat ik eigenlijk al lang zing. Het staat al een tijd op mijn repertoire.
dat mij terug doet denken aan die sfeer van zo'n prachtig biljartcafé. En waar ik ook altijd het niet kan laten om te denken aan Café Klein Brabant. Wijlen Café Klein Brabant in Puurs, in de Guido Gezellenlaan. Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. En ze zagen elkaar alle dagen. In het dorp, in dat kleine café. Ze hielden van sarre en plagen. Als ze samen biljarten, die twee. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Schuifje zegt klik, balletje tik, die ene ben jij, die andere ben ik. Het was koud, het was eind januari. Het was steeds een sigaar en een slokje. Al heesen ze niet meer zo snel. Ze keken niet eens op hun klokje. Zo gingen ze op in hun spel. En boven het groen van het laken leken ze jonger zo waar. Ze probeerden elkaar af te maken. Maar ze konden niet zonder elkaar. Café biljart. Café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Schuifje zegt klik, balletje tik. Die ene ben jij, die andere ben ik. Het was koud, het was eind januari. En Willem zat al aan de tap. Toen iemand kwam zeggen dat Arie niet kwam. Eerst had het iets van een grap. Maar Willem, dat was een aparte. Hij zei toen hij het nieuws ontving. Alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op en hij ging. Café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Schuifje zegt klik, balletje tik, die ene ben jij, die andere ben ik. Café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Schuifje zegt klik, balletje tik, die ene ben jij. En die andere ben ik. Schoon nummer. Een beetje ontroerd als ik het hoor. Ik vind dat schoon. Dat wil natuurlijk zeggen dat ik die café-genen, dat die er ergens wel zitten. Nochtans, de liefde voor een bruine kroeg is best laat ontwikkeld bij mij. Ik snapte dat vroeger niet. Mijn vader nam altijd mee naar bruine kroegen. Ik ben opgegroeid in een bruine kroeg. En toch, als ik 16, 17 was, begreep ik dat niet goed. Maar plots heb ik het licht gezien. Werkelijk het licht gezien. Als ik 19 of 20 jaar was, snapte ik plots waar het over ging. Een bruine kroeg is een plek waar allerlei mensen van allerlei rang of standen samenkomen. En tussen pot en pint
vertellen over van alles en nog wat. En dat is zo schoon. En dat is zo jammer aan die coronacrisis, dat dat nu... Ik ben blij, ik denk dat er zeer veel mensen blij zijn, dat er terug wat mogelijk is. Maar zo dat echt ouderwets op café gaan, daar gaan we nog wat op moeten wachten. En het is wel de moeite om op te wachten. En ik heb zo in Antwerpen een café dat iedereen kent. Een café dat iedereen kent. Café Den Engel. Dat is mijn stamcafé op de hoek van de Grote Markt. Ik vind dat ook zo grappig. Er bestaan ook wel wat grappen over Café Den Engel. Bijvoorbeeld omdat het zo bekend is. Bijvoorbeeld van die een toerist dat in Antwerpen is. En die vraagt aan een Antwerpenaar, do you know where the town hall is? Waar het gemeentehuis is. Do you know the town hall? Waarop die Antwerpenaar zegt, oh, it's next to the angel. En dan waarop die toerist zegt, ah, but then I'll find it. Dat is ook heel, dat is ook Engels met haar op. Maar het is ervoor gedaan. Maar het is zo, het is een café waar ik ben binnengesukkeld toen we klaar waren met de eerste reeks van Daans. Dus nu spreek ik over, 2009. De dag nadat we de laatste voorstelling hebben gespeeld, ben ik voor de eerste keer echt in Engel gekomen met een vriend. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. En ik heb zo een nummer geschreven over mijn stamcafé in een Engel. Mijn hart was klein en zat vol gaten en ik vond alleen maar regen op mijn pad. Toen ik moedeloos, radeloos, eenzaam en verlaten plots een vreemde was in de straten van mijn stad. En ik koud. Maar ik vond wat licht en warmte op een hoek van de Grote Markt. 1, 2, 3, 4. Welkom in Den Engel, zet u aan een tocht. Oh, oh, oh. Welkom in Den Engel, hier zitten veilig, zitten droog. Ik kwam hier binnen als een kind en ontdekte er het echte leven, want iemand gaf me plots een pint. En ik dronk heel gewillig mee en praatte over politiek. Over vrouwen en hun achtersteven. En met een dwaze motoriek strompelde ik weg naar het café. Welkom in Den Engel. Zet u aan de tocht. Oh, oh, oh. Welkom in Den Engel. Hier zitten veilig, zitten droog. En soms dan danst men elegant en met gevoel voor drama op de tafels. En loopt het feest hier uit de hand, dan loop ik heel gewillig mee. Ja, dan zijn we allemaal door koning alcohol verkoren. Dan is de reden terminaal en alle hoop verloren. Oh, welkom in de Engel. Zet u aan een tocht. Oh, oh, oh. Welkom in de Engel. Bij de Rudy, de René, de Jan, de Jurgen en de Pat. Bij Linda, Zak, Sander en Julieke. Oh,
welkom in de hemel. Zet uw armen toch, wow, welkom in de hemel. Hier zit u veilig, zit u droog. Nog één lied voor jullie. Het is het lied waar ik eigenlijk bijna altijd mijn concerten mee beëindig. Omdat ik dan altijd de ergerlijke vraag kan stellen: hebben jullie zin om mee te zingen? Ik weet, veel mensen vinden dat niet leuk. Die zitten dan zo in een donkere zaal en die zitten dan goed in die zetel. En dan vraagt die zanger of zangeres: zullen we samen zingen? En ik denk veel, vaak mannen zo: nee. Ik heb daar geen zin in. Maar dit lied vraag ik dat toch ook altijd. Omdat samen zingen leuk is. En omdat dat ook het werk van de zanger, van de luie zanger, verlicht. Het is een lied dat zeer toepasselijk was de afgelopen 3 maanden. Want als er nu één chance was, dan is het wel dat de zon zo goed heeft geschenen de afgelopen maanden. Anders zou die lockdown nog veel verschrikkelijker geweest zijn. Dit lied is een ode aan de zonneschijn. En eigenlijk ook ergens een beetje aan de buurt waarin ik woon. Ik woon in Antwerpen, in het Sint-Andries kwartier. En op dat soort van dagen, dat de zon schijnt en de hemel blauw is, dan zitten er heel veel mensen op het plein. En zijn er kinderen aan het spelen. En dan denk ik, het leven is schoon. Zonnige dagen. Met de zon op mijn gezicht en met de wolken ver van hier, ben ik opvallend mild voor de katten van hiernaast. Tussen mijn planten druk op zwier en in een flits versteend het hier en het nu. Wat een zwoele zaligheid. En ik denk voor een keer niet aan mijn sterfelijkheid. Het komt waarschijnlijk door die zonnige dagen, zonnige dagen, zonnige dagen. Dat een mens een fractie meer kan verdragen. Zonnige dagen, zonnige dagen. Het waren barre tijden, maar mijn voorraad vitamine D is de extase weer nabij. En de hele koekenstad zit aan de Blankenbergse zee. Dus ik heb de straat voor mij alleen. De rust in een simpel huis gevat. En dat was wat mijn oude ziel net nodig had. Het komt waarschijnlijk door die zonnige dagen, zonnige dagen, zonnige dagen. Dat een mens een fractie meer kan verdragen. Zonnige dagen, zonnige dagen. En jij zit in de tuin met een schijnbaar goed humeur, geduldig en geconcentreerd te wachten op wat kleur. En zoals je daar ligt met die komkommers op je ogen. Oh mijn god, wat ben je sexy. Dus ik buig mij over jou in de hoop op wat affectie. Maar je fluistert mij toe, ja, uit mijn licht. Of ik plant mijn affectie recht op u gezicht. Zo zijn vrouwen als de zon schijnt. Het komt waarschijnlijk door die zonnige dagen, zonnige dagen, zonnige dagen. Dat jij net een fractie minder kan verdragen, zonnige dagen, zonnige dagen. Het komt waarschijnlijk door die zonnige dagen, zonnige dagen, zonnige dagen. Dat jij net een fractie
straks je minder kan dragen. Zonnige dagen, zonnige dagen. Ik was net aan het denken, misschien moet ik zeggen wat het publiek normaal zingt en moeten jullie dat gewoon thuis dan meedoen. Het voordeel is, als je geen zin hebt, dan hoor ik het niet. En als je wel zin hebt, dan hoor ik het ook niet, maar dan is het fijn voor jezelf. Het gaat zo. Oh, oh, oh. Die buren gaan content zijn. Echt. Merci! Hey. Oh, 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 oh. Aan de gitaar, aan de piano, aan de mondharmonica en aan de zang. Jelle Kleimans, dikke merci! Oh, 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 oh. Oh, 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 ah, oh, yeah, yeah. Goed zo. Dank je wel.